Kinderen voor een dag supermarktdirecteur. Een project waarbij kinderen samen met een supermarktmanager aan gezonde kidsmarketing werken. Een initiatief van de organisatie iResearch. We vinden het dus eigenlijk wel heel belangrijk dat iedereen gezond op kan groeien. En wij vanuit iResearch, waar ik werk, daar zijn wij heel erg voor die kanteling eigenlijk van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. Dus wij zetten ons daar heel erg voor in. En op deze manier kunnen de kinderen en ouders en supermarkt daar ook weer een beetje bewust van worden. En kunnen we hopelijk daar ook iets aan bijdragen. We krijgen allemaal vragen en die moeten wij gaan beantwoorden. Dus kortingsacties, hoe vaak heb jij die gezien? En waar heb je het gezien? Ja gezien, ja of nee. Dus wij moeten nu gaan kijken nog. Oké, en wat valt jullie dan op deze afdeling? Dat er veel acties zijn en veel kleuren wel, felle kleuren. Dus bij de appels bijvoorbeeld. De supermarkt goed onder de loep nemen, ja, dat konden de kinderen wel. Ze moesten ook zelf nadenken over hoe ze gezonde producten aantrekkelijker konden maken voor kinderen. Een fruit of groente waar kinderen juist veel van houden. Dan kunnen we leuke versiersels erbij zetten, leuke figuurtjes en zo. Dus dan kunnen we ook misschien korting doen op 1 plus 2 gratis en zo. Dus dan kunnen wij ook aantrekkelijk maken voor kinderen dan voor snoep. Elke 2 weken of 1 week zo, dat je 1 dag maakt dat ongezonde dingen heel hoog prijs hebben. En dan de gezonde dingen lager prijs hebben. Dat de mensen zeggen, ja, de gezonde dingen zijn lager prijs, we gaan hun kopen. Die kinderen zijn ook onze toekomstige klanten. En ik denk dat wij altijd een beetje aan het zoeken zijn van hoe kunnen wij die kinderen dan bereiken daarin. En dit project sluit daar natuurlijk mooi bij aan. Ik vind het heel leuk om mee te doen aan het project. Vooral omdat die kinderen eigenlijk geen kaders hebben. En die denken vaak nog veel creatiever als wij als volwassen mensen doen. En het was een unieke kans om door hun een keer geadviseerd te worden. En als het speurneuzen door de winkelgangen erop zit, is het tijd om de nieuwe marketingideeën aan de supermarktdirecteur te presenteren. En een aantal daarvan wordt ook echt in de supermarkt uitgevoerd.